Alex Gast van Dansschool Gast. Hele lange naam, maar die hou ik kort. Schiedammers en Vlaardingers dansen bij jou al heel lang, Alex. Even een stukje geschiedenis. Je bent in Schiedam begonnen. Ja, nou ja. Ik ben voor het Schiedams bedrijf begonnen. Ik ben niet in Schiedam begonnen, ik ben in mijn sluis begonnen. Ja. Maar je hebt uiteindelijk heel lang bij Citon gewerkt. Ja, een jaartje of 12, 13. Ja. Nou zit je in Vlaardingen, maar het leuke is dat heel veel Schiedammers ook bij jullie gewoon nog dansen in Vlaardingen. Hoe komt het nou eigenlijk dat Schiedam geen dansschool meer heeft? Ja, dat heeft enerzijds te maken met het feit omdat het dansen terugliep in Schiedam. En dat het aanbod niet zo duidelijk meer was toen. Ja, dan moet iemand instappen, dat hebben wij gedaan. Wat is de kunst om een goede dansschool te leiden? Zorgen dat je luistert naar de mensen die bij je binnenkomen. En dat je zorgt dat zij datgene krijgen wat jij hun moet bieden. En niet wat jij hun wil bieden. Dat is het verschil. Nou zou je eeuwig en altijd moeten aanboksen tegen het cliché dat dansen een beetje tuttig imago hebt. Hoe weerleg je dat? Nou, dat is niet te weerleggen. Het is heel simpel. De mensen bepalen wat zij daarvan vinden. En dat is al van oudsher eigenlijk dat vooral mannen dus wat moeizaam op dansles gaan en vrouwen dus eigenlijk heel graag willen komen. Alleen het voordeel van ons is dat we laagdrempelig zijn, dus zodra we ze binnen hebben zeggen ze allemaal, ja dit had ik veel en veel eerder moeten weten natuurlijk. Nou is dansen natuurlijk een vorm die steeds bijslijpt. Er komen nieuwe figuren bij. Hoe houden jullie je eigen kennis op peil? Nou, we hebben regelmatig studiedagen. En die zorgen ervoor dat je dus het laatste van het laatste iedere keer meepikt. Dus, en als het zo eens uitkomt, ja, dan pak je ook iets mee uit andere stromingen vandaan. Bijvoorbeeld, je kan ook dingen uit de hip-hop halen of uit streetdance. En dat kan je weer verwerken in Latijns-Amerikaanse dansen. In mijn tijd waren er altijd meer meisjes dan jongens. Dan kon je elke avond gratis komen bijdansen. Hoe is die verhouding nu? Dat is nog steeds hetzelfde. Dat verandert niet. De verhouding is op dit moment 1 staat tot 3. Nou, dus jongens zijn altijd welkom. Alleen wat ik net al zei, ze moeten eerst naar binnen. En dan altijd zeggen ze op dat moment als ze binnen zijn van, jeetje, als ik dit had geweten, had ik dit jaren eerder gedaan. Maar ja, dat geldt ook voor ouwetjes hoor. Nou ben je van beroep dansleraar. En een leraar wordt ook verbonden met school. Wat is jullie overeenkomst met name en wat is het grote verschil tussen jullie beiden? Nou, naar school moet je. Naar de dansschool mag je. Het verschil is niet zo groot, want ik bedoel, er zit toch een opvoedkundige taak achter in allebei de vormen. Alleen, het is bij ons natuurlijk allemaal gezellig. Het is met muziek, het is, je hoeft niks, je moet niks. En op school moet alles. En dat is het grote verschil natuurlijk. Ten slotte de PS-vraag, de tipvraag. Ouders van jonge kinderen die toch graag op dansles willen, die zeggen ja, op het fietsje naar Vlaardingen, dat vind ik allemaal niet zo prettig. Hoe tackle je dat probleem? Gewoon brengen en halen. Dat is ook niet veranderd, wat er gebeurt bij ons ook nog steeds. Alleen de kinderen zijn op dit moment steeds vroeger wijs, want ik zie ze soms 14-jarig ook nog om 12 uur buiten lopen. Dus ik bedoel, ik denk dat dat niet zo'n probleem meer is tegenwoordig. Maar ik ben wel blij dat de ouders zijn die daar nog steeds op letten. Dus halen en brengen is nog steeds top. We'll be right back.